We zien nu bij een ganse andere doedelzak, de cabaret. En de cabaret is heel duidelijk afwijkend van de andere weer. Ja, absoluut. Ja. Dat heeft een heel eigen geschiedenis, het heeft een heel eigen duidelijke muziek. Dat is een heel een boetebandje. Zelfs in Frankrijk is het een exode, is het. Deze is rond 1850 ontwikkeld door de mensen uit Auvergne die in Parijs waren gaan werken. Het is een samenvoegsel tussen de hofdoedelzak en de cornemuse de centre van deze net liet zien eigenlijk. Dan heb ik hier nog een hele leuke aardigheid. Het is een cabaret à bouche. Deze komt uit 1850. Dat is eigenlijk net tegen een tijd toen ze wel of niet met een pumpje gingen werken. Deze moet nog wel gerestaureerd weer, dus ik heb hem helaas niet demonstreren. Het is al vrij vlot, worden deze in combinatie gespeeld met accordeons, die toen net ook rond 1888 zijn die echt geïntroduceerd. En die twee die pakten zich al direct. Wie kwam dit? Dat is gewoon qua geluid en mogelijkheden, dat was gewoon een jeur van het waarheid. En zo is ook vanaf van 1880 tot 1939, komt ze in Parijs heel veel cafés tegen, waar ze vals musette deden. Want zeg maar, de andere naam van de cabaret is musette. En zeg maar, nou tegenwoordig denk iedereen aan de vals musette en de accordeon, maar eigenlijk is dus de vals muziek de cabaret. Nou ja, dus in feite is de accordeon een aanvulling op de muziek dat dit instrument al reeds maakte. Ja. Het zien maar twee piepen en afwijken van de andere. Ja. En sterker nog, iedereen denkt dat het een Boudon piep. Maar dit is wel een restantje historie, want ik kan zien, dit is nog niet eens doorgeboord, dit piepje. Dat is gewoon nep. Dat is gewoon nep. Maar dat is gewoon, zeg maar, voor de balans met spelen vult er zich lekker. De zak, hè? Is die ook van hetzelfde materiaal wie de andere doedelzak? Nee, deze is gemaakt van geitenleer. Waarom? En het is een fijner, dichter leren staat. Die is ook geen Suiske Nuerdig. Maar waarom wordt dit bij deze dan wel gebroken en bij de andere een beetje doorlucht? Ja, ik ben wel voorbij om ze te sturen. Het is, zeg maar, in het Auvergnat, de hotel van de Auvergne, is een cabaret, een kleine geit. En dus een cabaret, de kleine geit, waarmee direct de naam verkloren is. Prachtige versiering bovenop. Is dat gebruikelijk voor dit instrument? Ja, deze instrumenten die worden altijd echt, het kost niet overdadig en kitschig en chic genoeg zien. Er is zelfs een genootschap van in Frankrijk van spelers van dit instrument. Ja, absoluut. En ja, ik zal dat maar zeggen, ik ben de enigste boetelander die er lid van mag zien. Dat is inderdaad waar. Moest je dan proeven van bekwaamheid voor afleggen? Ja, ik moest voor jou spelen, ja. Had ik heb ze niet zo goed mee. Nee. Dus zelfs een mooie oorkonde van en zo. Nou, oorkonde, ik ben er goed aan.